afgelopen zomer had ik de 115 kilo bereikt en dat was voor mij een punt tot hier en niet verder. Inmiddels ben ik 93 kilo en ja, word nog steeds lichter, maar met 93 kilo voel ik me echt al een heel stuk fijner en lekkerder. Het begon eigenlijk allemaal met een 100 dagen challenge, waarbij ik 100 dagen geen alcohol nam, 100 dagen geen dierlijke producten, 100 dagen geen geraffineerde suiker, 100 dagen onbewerkt voedsel. En vervolgens ging ik mij verdiepen, wat betekent dat allemaal? Kwam ik uit dat vegan lifestyle, dat niet alleen geënt is op zo gezond mogelijk eten. Er zit veel meer achter, maar het bracht mij wel tot het gewicht waar ik nu ben. Vegan is niet per definitie alleen gezond eten. Als je iedere dag patat eet, is dat vegan. Naturel chips zijn vegan. Heel veel koekjes zijn vegan. Als je een dieet houdt van alleen ongezonde dingen, die uiteraard allemaal vegan kunnen zijn, word je niet slank, word je niet fit. En doe je het wel voor heel veel andere dingen, maar niet om fitter te worden. Vegan ben je zeker niet alleen voor je gezondheid. Voor mij is gezondheid heel belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat plantaardig voedsel beter voor het menselijk lichaam is. Maar vegan ben je ook voor het dierenleed. Dus vraagt ook wat aanpassingen. Niet alleen voeding, maar ook alles waar leer in zit gebruik ik niet meer. Wol gebruik ik niet meer. En het is een zoektocht om zoveel mogelijk producten waar ongemerkt dierlijke producten in zitten te vervangen voor producten die geheel vegan zijn. Het overstappen op een vegan lifestyle is een zoektocht. Ook voor collega's en vrienden en waar je komt. Heb ik het idee. Misschien zijn er meer op mijn werk momenteel de enige vegan. Dus een vegan lunchbesteller. Krijg je wat vraagtekens bij. Gelukkig was er de laatste keer tijdens een heidag een geweldige vegan lunch geregeld om werkgever. En hebben ze me nu gevraagd om mee te denken naar meer vegan producten in het restaurant. Dus stapje voor stapje komen we er wel. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die zich afvragen of veganisten voldoende voedingsmiddelen binnenkrijgen om een doel van 111 kilometer off-road door de bergen heen te hollen. Ik ben ervan overtuigd dat het kan. Ik heb er inmiddels behoorlijk iets over gelezen. Zo zijn er vele vegan sporters die grote prestaties neerzetten. Zo hebben we een Janneke van der Meulen die in 2020 mee gaat doen met de Olympische kampioen. Roeien. We hebben onze crossfitter die de fitste man van Nederland is en een compleet veganist dieet aanhoudt. Dus ik ben ervan overtuigd dat het absoluut moet kunnen en als veganist voldoende proteïne binnen kan krijgen, omdat dat ook in planten zit. Nou heb ik de afgelopen periode minder gesport dan ik zou willen. Ik was geblesseerd, enkelbanden. Fysiotherapie gehad, kon niet sporten, ben langzaam weer begonnen met wandelen. Ben inmiddels op het punt gekomen dat ik weer kan gaan sporten. Maar van 115 kilo naar 93 kilo zonder te sporten. Dus ik ben benieuwd wat het met mijn lichaam gaat doen nu ik de kilometers weer op ga bouwen. En een paar honderd kilometer in de maand wil gaan hardlopen. Nou, nu ik weer redelijk fit begin te worden en weer ga beginnen met hardlopen. De laatste tijd veel gewandeld, gefietst. In 2019 kunnen jullie van mij verwachten dat ik heel veel kilometers ga lopen, verslag van doen. Op mijn website zullen jullie steeds meer filmpjes tegenkomen van evenementen waar ik aan meedoe. Maar ook interviews met bekende sporters die vegan zijn en voedingsmiddelen, proteïne shakes, allemaal vegan. Ik ga ze voor jullie testen en jullie zien ze terug op mijn website. Nou, zoals jullie zien sta ik hier in het bos. Het begint behoorlijk te kriebelen al om hier een rondje te gaan lopen. Ik hoop dat jullie ook hier een rondje pakken. Dit is het bos van Driebergen. Leuke paardjes gezien. Ik hoop jullie daar een keer tegen te komen.